Dit is de Leidse thuisbasis van het Janssen-vaccin, midden in het Bioscience Park. En dat levert een trotse wethouder op. Al 35 jaar geleden is er gekozen om medicijnontwikkeling hier centraal te stellen. En vooral bedrijvigheid te creëren en onderzoek om mensen gezond te houden. Ja, daar kan je heel veel PR-campagnes voor houden, maar op het moment dat het over een vaccin gaat waar de hele wereld op wacht, ja, daar kan geen campagne tegenop. En iedereen weet nu dat dat in Leiden wordt ontwikkeld. Meerdere partners in het park werken mee aan het vaccin. En dat samenwerken is volgens de Stichting Leiden Bioscience Park sowieso de kracht van het park. De samenwerking tussen al deze partners, daar ben ik wel echt heel erg trots op. Want dat leidt tot innovatie, dat leidt tot versnelling, dat leidt tot dynamiek. Het park lijkt misschien niks met de gewone Leidenaar te maken te hebben, maar 12% van de beroepsbevolking werkt hier. Alleen al 10.000 Leidenaren werken hier achter mij op het Leiden Bioscience Park. We willen hier naar 25.000 banen groeien. En ja, wat mij betreft mag elke Leidenaar daar trots op zijn. Voor ons laat iedereen maar komen. Onderzoekers, internationaal talent, bedrijven, iedereen is meer dan welkom. Aan de Oostgeesterkant van het park wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een pand voor startende ondernemers. Dit bedrijf is speciaal bedoeld voor startende bedrijven. Bedrijfjes die echt nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waar de huur wat lager is en die allerlei ondersteuning krijgen op het gebied van het ondernemerschap. Het park breidt dus uit, maar die groei levert een behoorlijke druk op de woningmarkt en de bereikbaarheid van Leiden. We hebben een uitdaging om die groei ook in goede banen te leiden. En dat doen we op dit park door van het park van een klassiek bedrijventerrein echt naar een innovatiedistrict te gaan. Echt een stadswijk waar ook wordt gewoond. Waar winkels komen, waar horeca is en waar je ook lekker even een stukje in het groen kan lopen om een beetje te ontspannen. We zijn bezig met de bereikbaarheid en over 2 maanden gaan we hier achter mij beginnen met het vergroenen van de hardlijn in het gebied. Dat betekent ruimbaan voor de fiets en voor het openbaar vervoer om te zorgen dat ook de bedrijven zelf bereikbaar blijven.